Goeiedag en welkom bij een nieuwe aflevering van Q-Time. Ik heb vandaag een zeer energieke, vrolijke, dynamische jonge vrouw, Sadie Lansdorf, de gast in de studio. En zij vertegenwoordigt de stichting Push Forward. Ja. De stichting Push Forward houdt zich bezig, ontfermt zich moet ik eigenlijk zeggen, over kinderen van 0, jongeren, jongvolwassenen, tot 21 jaar, breed scala dus. En wat de stichting precies doet, dat gaan we vandaag van haar horen. What we need is a little Q-time. Sadie, welkom in de studio. Dank je wel. Ik vind het heel opmerkelijk, zeker als we net, dat je bent vrij jong, als ik zo naar je kijk. 35? Okay, ja, je ziet er jonger uit. Ik vind het altijd heel mooi als inderdaad jonge mensen zeggen, maar ik heb me altijd geroepen gevoeld om met jongere mensen te werken. Dus ik vraag me wel af waar dat vandaan komt. Als jong meisje werd ik dus een... Ja, automatisch dan mag je meelopen. Mijn vader is directeur van een stichtende stemmenopvangcentrum voor drugsverslaafden. En dus ik denk, je raakt al gewend met de mensen. Je raakt gewend om te helpen om sociale projecten uit te voeren. Dus al... En de paplepel ingegoten precies, eigenlijk. Ja. Precies, en ik wist ook al vanaf het begin dat ik in de hulpverlening wilde zitten. Ja. Toen heb ik dus ook bewust gekozen om... maatschappelijk werker te worden. Ik vind het heel mooi. Echt wel. Heel erg mooi. Je bent dus, je zegt het, ik zou je niet vragen hoe oud je was hoor. Maar je bent zelf is niet erg. Ik vind het helemaal niet erg. Maar je bent dus in 2019, dat is dus nu 5 jaar geleden, bij de stichting Push Forward gestart. Precies, precies. Oké, okay, maar dus, wat deed je daarvoor? Want toen was je 30. Ja. ik heb dus jaren bij Zittende Stem gewerkt. Ja, oké. Ik heb daar de intake gedaan en ook jaren preventie gedaan. Mm-hmm. Toen werd ik getraind. Ook voor jongeren? Ook voor jongeren, ook alleen voor jongeren. Voor jongeren. Okay. Mm-hmm. Ik ben me dan gaan specialiseren. Ik heb toen EOL gedaan. Mm-hmm. Dus ja, toch vaardigheden. Pedagogiek, ja. Maar dus echt... Een beetje oppervlakkig, toch? Want een EOL is veel dieper. Ik heb dan verschillende opleidingen gevolgd. Een ACC voor counseling en coaching. En ik heb dus vaker projecten uitgevoerd voor jongeren. Toen voelde ik me geroepen om met meisjes bezig te zijn die slachtoffer zijn van seksueel misbruik en incest. Ja, zwaar hoor. Dat is best wel heftig. En toen startte de stem met een afdeling, Brassami, omhelzing. En ik heb dat jaren gedaan. Toen gingen we naar Mungo, naar verschillende districten, om gesprekken te voeren, samenwerking met justitie en politie. Er kwam op een gegeven moment een splitsing. En van daaruit ontstond Push Forward. Oké. Okay. Yes. Dus de stichting heeft eigenlijk een beetje een voorloper gehad bij jouw werk. Precies, vanaf 2014, toen onder de naam Brassami, maar nu een Push Forward. En de naam zegt het al, Push. Mm-hmm. Die push geven, die duw geven die de jongeren nodig hebben. Ja, maar wel vooruit. Ja, okay. Sowieso vooruit. Ja. Ben je nog steeds bezig met meisjes die slachtoffer zijn van seksueel misbruik? Ja, vorig jaar hadden we dus de praatgroepen. Ja. Wekelijks hadden we praatgroepen bij Huizen Tamara en Stichting voor het Kind. Mm-hmm. Dit jaar zijn we bezig te plannen. Een soort van campagne. Mm-hmm. Push Care hebben we het genoemd. Because we care about them. Mm-hmm. En onze eerste launch is een self-defense class. Mm-hmm. Zelfverdedigen. Yeah. Hoe voel je aan? Hoe kan je aanvoelen dat je, dus dat je in een onveilige situatie bijvoorbeeld bent? Of hoe kom je op voor jezelf? Wat zeg je? Hoe reageer je daarop? Niet dat je gewelddadig bent, maar dat je dan op een assertieve manier opkomt voor jezelf. Ja. En ook een beetje kickboxing, zodat ze, weet je, actief zijn. Ja, precies. Ja, kunnen sterk handelen, zijn. Zeg maar. Inderdaad. Ja, oké. Okay. Ja, maar kijk, hoe je het ook uit de verkeer, die Surinaamse gemeenschap is toch nog steeds best beschermend, maar ook niet te veel mogen meepraten, niet te veel mogen zeggen. De tijd verandert wel. Ja. Dus de jongeren die ontpoppen zich op andere manieren, maar precies. Ik denk dat er toch nog best wel veel oppressie is in de zin van terugpraten, tegenpraten, je eigen mening uiten. Dus het is juist belangrijk om dat aan te wakkeren bij die jongeren en inderdaad. Te laten weten van je stem geldt. Want eigenlijk sowieso. Worden we altijd wel in een onderdrukte opvoedingssfeer gehouden voor heel lang. Ook binnen het schoolsysteem in Suriname. Klopt. Dus die extra push om te zeggen van je mag en je moet
praten en er zijn en je stem laten horen, dat is denk ik wel heel erg belangrijk. Heel belangrijk, ja. Daarom wat we ook leren, wat we de jongeren ook leren, onder andere de meisjes, want we hebben het nu over de meisjes. Ja. Zelfaffirmatie. Mm-hmm. Ik hou van mezelf. Ik ben mooi. Ik ben sterk. En ik kan het. Mm-hmm. Doordat ze dat geloven. En niet alleen maar gewoon zeggen of uitspreken. En wat ook belangrijk is. Kijk, bijvoorbeeld, we hebben een van de projecten. Reguliere projecten die we jaarlijks uitvoeren. Dus nu al 3 jaar achter elkaar. Smart is the new sexy. Dat je dus niet gefocust bent op een lipgloss uiterlijk. Ja, okay. Maar gewoon echt je intelligentie. Slim. Op je zelfesteem is dat je weet wie je bent en dat je ervoor kan gaan. Want wat merken we? Dat onze jongeren zoveel gefocust zijn op hun uiterlijk en dan letten ze niet op de school. Ze letten niet op hun persoonlijke ontwikkeling. Ze letten niet op hun vaardigheden, hun talenten. Ja. Toch? En, het is natuurlijk ook wel met peer pressure te maken. Hè? Sowieso. Dus goed wordt er gekeken naar jou als jongeling door andere jongeren. Ja. Dat is heel erg belangrijk. Ja. Dus daar mag je niet aan voorbij gaan. Je kan niet tegen ze zeggen, het telt niet. Want je wordt er wel elke dag niet geconfronteerd. Sowieso, want ze zijn in een ontwikkelingsfase. Ja, toch? Precies. Je ontwikkelt je identiteit. Je leert gaandeweg. En dan leer je wie je bent. Ja. Toch? En we dragen een steentje bij. Dus Push Forward doet nog steeds de projecten met meisjes. Jullie gaan naar verschillende plekken. Ja. Jullie voeren de workshops. Workshops kan je ze noemen. Ja. Ook voor jongeren. Gaan jullie naar de jongeren toe in hun buurten? Of moeten zij naar jullie komen? Nee, wij gaan naar de jongeren toe. Ja. We gaan naar de gebieden toe. Mm-hmm. We werken met vaste groepen, bijvoorbeeld tehuizen of in een buurtorganisaties. En wij we vragen de mensen, wat is de hulp? Vragen, hoe kunnen wij een bijdrage leveren aan de persoonlijke ontwikkeling van de jongeren die zijn aangesloten bij zo'n organisatie? Bijvoorbeeld Smart is een nieuw sexy wordt dit jaar in Brokkepondo georganiseerd. Vorig jaar waren we in Nikeri. Men Push Boys Forward. Dat is voor de jongens. Het jaar daarvoor waren we in detentie. De jongens van Santa Boma. Mm-hmm. Jeugdopvoeding gesticht. Jongens van 10, 11, 12 jaar die in de gevangenis zitten. En ook die hebben hoop nodig. Ook die moeten geloven dat ze een tweede en derde kans. Snapt u? Precies. En we zijn er voor die jongeren. Ja. Oké, maar je zegt wij. Wie is wij? Want je doet het niet alleen. Precies. Ik werk onder een bestuur sowieso. Ja. Mm-hmm. Maar ook onder mij heb je een aantal vrijwilligers. Mm-hmm. We hebben totaal 15 vrijwilligers die elke keer weer een stand-by zijn, ready zijn om dit soort projecten uit te voeren. Ja. Maar je bent wel de coördinator van het project. Klopt. En je plant en je maakt de afspraken. Ja, zij het een donatiebrieven sturen, zij het netwerken, locaties zoeken van alles. Dan ik help ze. Ja. Ik ondersteun ze dan bij het voorbereiden van de activiteiten. Oké, en de vrijwilligers voeren dus activiteiten uit. Ja. Ja. Okay. Je hebt iets van ons meegenomen hier. Mm-hmm. En dat is passie. Ja, het is een familiebordspel. Het is een familiespel, dus dan mag je zelf over vertellen. Het is heel erg praktisch eigenlijk opgezet. Het is gewoon een geclassificeerd vel. Ja, inderdaad. Maar je mag zelf over passie vertellen en wat je allemaal daarmee leert. Dat is het belangrijkste. Ja, dit is een unicatief spel. Er zijn spelregels hier. Inderdaad. Ja, oké. Passie is een familiebordspel. Mm-hmm. Waarom hebben we dit ontworpen? Maar toch dus merkte dus dat een jongere, of ja, in Suriname merken dat jongeren niet durven om over bepaalde onderwerpen te praten, zoals een jointje roken, zoals spijbelen, spieken. Hoe praat je over dat soort dingen? Want je denkt, met je leeftijdsgenoten praat je makkelijker over dat soort dingen. En bij dit spel wordt positief gedrag beloond. Ja. Door bijvoorbeeld stappen voor vooruit te doen. Ja, en negatief gedrag wordt afgestraft door stappen achteruit te doen, terug te doen. En je hebt daarvoor dus de pionnen. Ja. 4 mensen kunnen dit spel spelen en je hebt ook een scoresteen. Mm-hmm. Bij dit spel bijvoorbeeld, als de speler bijvoorbeeld op ik zeg maar wat veld 3 komt. Ja, dan moet je hier kijken naar 3. Ja, toch? En dan staat er, je beste vriend heeft veel nare dingen over je gezegd. Hij vraagt of je hem kan vergeven. Ja. En dat doe je ook. Prachtig. Heel liefdevol van je. Ga maar snel 4 stappen vooruit. En dan ga je 4 stappen vooruit. Het wordt beloond. Ja. Dus positief gedrag wordt steeds weer beloond. Okay. En dit spel wordt spannend. Want soms heb je dat zo'n speler steeds op een bepaald veld terecht komt en steeds terug moet gaan bijvoorbeeld. En dan blijf je achter, want je wilt winnen. Ja. Want in veld 69, daar heb je dus het eindstreep bereikt. Pardon. Ja. En het heet passie, loopbaan. Ja, ja. Toch? Je leven bestaat uit vallen en opstaan, uit valkuilen. Toch? Maar je staat op, je gaat door. Je hebt stappen die je steeds vooruit maakt om
mm-hmm. om te groeien. Ja, maar het is niet per se gericht mm-hmm. op een Surinaamse situatie. Het is wel een Surinaams spel. Ja. Oké, okay, maar dit zijn eigenlijk algemene dingen als ik er zo... Woorden als jonko bijvoorbeeld, dat, okay. bedoelt u dat? Ja, toch? Maar ja, bijvoorbeeld. Maar ik bedoel, je vrienden op school gebruiken als sticky, je twijfelt mm-hmm. dat je ook niet zal doen. Proficiat, je hebt je school afgemaakt. Dus het zijn eigenlijk algemene situaties waarmee jongeren te maken krijgen. Klopt, omdat we ook willen dat bijvoorbeeld dat ieder het zou kunnen spelen. Ja, okay. Dit is ook in het Engels hoor, dit spel. Oh, okay. Wow. En de bedoeling is als bijvoorbeeld een familie, daarom is het een familiebordspel. Ja, mm-hmm. Als mama en papa en de kinderen dit spel spelen, dat kunnen ze praten over die joint. Ja. We hebben ook verdiepingsvragen die erbij horen. Okay. Van, maar wat ging er om toen je een paar stappen achteruit moest doen omdat je een jointje hebt gerookt, bijvoorbeeld. Ja. En dan wordt het spannend. Ja. Toch? Okay. Dit soort dus vragen. Eigenlijk is het meer een handvat om een gesprek over te hebben. Precies, maar okay. in een informele sfeer. Ja. Ja, we hebben dit ook met Paramaribo, zo'n hele grote. Ja. Die hebben we in 2022 gelaunched. Okay. Ja. Het is heel mooi. Waar kunnen mensen dit krijgen? Bij Zicht in Push Forward. Je kan contact met ons maken. Okay, je kan ons appen. We zijn op Facebook onder de naam Push. We hebben ook een website. Ja. Gewoon contact maken, appen. Ja, heel erg mooi. Mm-hmm. Wat is de eerstvolgende activiteit van de Stichting Push Forward? Zo, we hebben een aantal. Ik moet verklappen. We zijn, als alles goed is, in verband met Moederdag zijn we bij een hart. Rock Café, hebben een moederdagactiviteit, een Mother's Day, Mother's Day Edition, waar de moeders met hun zonen gaan koken. Okay, vorig jaar hadden we dus een stevige pot bruine bonen, die hadden we bij SHTTC gedaan, omdat we dus ook de bonding, de family bonding, toch willen dat stimuleren. En als alles goed is, zijn we bij Hard Rock Café en daar gaan moeders Italiaans koken, lekkere pasta. Oké. Okay. Nou, dat belooft wat. Ja. Oké, ook al denk ik, ik heb geen zoons. Stiefzoons heb ik wel, die zijn niet hier. Mm-hmm. Maar ik kom pasta komen eten, ik hoef niet te bonden met een zoon. Precies, je bent welkom. Het is volledig gratis, omdat we een sociale instelling zijn. Ja. Hè, we willen dit soort dingen stimuleren. Oké. Isadé, hartelijk bedankt voor de informatie. Je bent zo goed bezig. Ik zou zeggen, zet het voort, want dit is hartstikke nodig. Mm-hmm. Jongeren van Suriname hebben inderdaad die push forward nodig. Yes. Heel mooi om te horen dat je dit werk doet. Succes ermee. En, thank you. Keep pushing forward. Zeker, 100%. Bedankt. Oké, okay. We hadden vandaag Sadé Lansdorff, u heeft het van haar gehoord. We spraken over de stichting Push Forward en alle mooie werk dat deze stichting doet. Heeft u misschien vragen over de sociale en maatschappelijke situaties waarover ze gesproken heeft vandaag? Of kent u iemand die hulp nodig heeft? Weet ik zeker dat u ook bij de stichting Push Forward terecht kan met uw vraag. En dan ook de nodige assistentie mag verwachten. Dank u wel voor het kijken naar deze aflevering van Q-Time en tot de volgende keer. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.